Excited! Hoe is het om? Ik doe niks! Doet je niks? Nee, mijn mama is veruit. Kijk eens even heel stoer dan. Maar er zijn toch zo'n grenzen om het totaal bereikt in het spul. En dit is de hangar. Hier ga je springen. En met hem. En we gaan niet dood. Nee? Nee. Wij willen nog niet dood. Nee. Moet dit zo los? Ja. Oké, jongens. Oh, okay. Dit is denk ik het vliegtuig. En daarachter. Nee, dat? Daar gaat ze landen. Wow, hou stil. Yay! 20-25 minuutjes. Als we er bijna zijn, ga ik achter jou op mijn knieën zetten. Zo. Ja. Dan ga jij op je hurken. Zo. Zet ik dan al aan je vast? Nee, hè? Take two. Ga jij op je hurken bovenop mijn benen zitten. Ja. En dan ga ik alles vastmaken. Oké. Okay. Want dan kan ik daar goed bij. Goed. En dan kan ik het helemaal strak. Dat was de schrik van elke cowboy. Ja, oké, okay, jongens, dit is de cameraman. Hey! Ook hij spoort niet. Dan zit je op je hurken, ziet er een beetje ingewikkeld uit, maar als hij buiten is, dan staat hij daar. Zie je de spanning, jongens? Naar buiten zetten. Op een stempel in de maak zetten. Ja? Juist. Elbogen naar achteren, hoofd naar achteren. Als jij goed zit, zet ik af. Oké. Okay. Begin het te vallen op ons buik. We proberen een holle houding te maken. Dan krijg je nog twee klapjes op je schouders, dan mag je armen open doen in deze houding. Lekker ontspannen. Okay. Ontspannen. Ontspannen. Zo. Ja. Dan ben ik daar. Hoi. Nou, pak. Ja, als je deze hoofd zo voor je ziet, dan is het eind. Ja. Some exotic booze, wow, there's a bar in far Bombay. Nee, dan. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off. The blue. Oh, ik zei echt heel veel pijn, joh. Jezus. Jezus. Nou, ik dacht dat ik dood ging. En toen dacht ik, jezus, wat is het echt? Hi, Madelijne. Hi, Brigitte. Nou, dat was hem. En? Vet. Ja? Ja. Hoe vet? Niet in mijn fysiek lang. Heel vet. Wat zag je allemaal erboven? Boeren. En schaapjes. En wolken. Wat en toen je sprong? Zo, stop. Ja, mijn pony stond zo, denk ik. Ja? Maar toen je sprong, wat was het toen? Wat ging het toen door me heen? Ja. Nou, toen ging het door me heen. Nou, het gaat heel snel. Maar toen de deur open ging, dacht ik, oh, niet vallen, stoel vast. En,
En toen dacht ik, nou ja, ik zal maar gewoon doen wat me verteld is. Want dan ga je misschien niet dood. Dus ik ging gewoon op een stepje staan. En toen werd ik meegezogen. Ja, en hij zat toen al lijf vast? Ja. Oké. Okay. Ja, die snelte ook goed. En toen sprong je en toen? En toen ging het heel snel en toen ging ik de hele tijd naar hem kijken. De brede man hier. En zijn camera. Ja. Voor de foto's, want die moeten de krant in. En toen viel hij veel harder dan ik en veel verder. En toen ging de parachute open. Hoe was de vrij val? Ging zo mijn voeten helemaal zo. Wow. Ja, die gaat heel hard. Ja. En dat is wel met je eigenlijk. Ja, die gaat gewoon heel erg hard. Het is heel koud en je oren gaan helemaal hard. En alles is verschrikkelijk. En toen ging ik rondjes draaien met de parachute. Ja, ik zag het. Gaaf. Ja? Sure.